Hey, tof dat je luistert naar onze Preek Only. We geloven dat je hier niet zomaar bent, maar dat deze boodschap speciaal voor jou is en je zal inspireren en bemoedigen om een overwinnend leven te leiden. Connect met ons op de socials, Instagram, Facebook en YouTube. En wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mail naar info@lsm.nl. We gaan door naar het woord. You're blessed and enjoy. Wonderen en je verwachting zijn erg belangrijk. Wonderen moet je leren verwachten in je leven. Echt waar. En niet alleen op een avond als deze. Je moet altijd weer wonderen verwachten. Altijd. God wil met je praten. Een van de mooiste dingen in mijn leven is dat God met me praat. Weet je hoe blij dat mij maakt als de Heer met me praat? Hij raakt me, hij maakt me dingen duidelijk. Ik ben super blij met mijn vrouw. Super, super. En met mijn kinderen. Super, super. En super blij met jullie. Maar er is toch eentje die daarboven staat. Dat is Heilige Geest. En als je gaat zien de rijkdom van God en de liefde van God, jongen, dan wil je niet anders, toch? Wie wil nou een biefstuk inruilen voor een kluif? Hè? Alsjeblieft, zeg. God heeft gewoon het beste voor je. Ik vind het zo'n groot voorrecht dat die grote schepper van hemel en aarde met me praat. Met me communiceert. Mijn aandacht kan vestigen op dingen. Vanmiddag nog, er gebeurt iets en ik denk, hé, wacht even. In één keer raakt die man, ik denk, oh, ik moet opmerkzaam zijn. En hij heeft me geholpen om niet een misser te maken, een fout te maken. God praat, Jezus praat. Ja, ja. Jezus is niet dood, hij leeft. En daarom weten we dat wonderen normaal zijn. Nou, ik heb afgelopen zondag gezegd dat Jezus was voor de grondlegging van de wereld, dus voordat er een wereld was, voordat er mensen waren, had God Jezus al gezien als het lam dat geslacht zou worden voor jou en voor mij. En als jij en ik die waarheid gaan toepassen in ons leven, dat je zegt, oké, dan ga ik terug naar de grondlegging van de wereld, in de geest ga ik terug en ik ga kijken naar het plan en ik zeg amen ertegen. Wie dat leert doen op dagelijkse basis, blokkeert de vijand op een gigantische wijze. Want God had een plan voor de grondlegging van de wereld. Voordat er een duivel was. Had God een plan. Het is niet te volgen met je hersens. En dat plan was niet dat je een loser zou zijn. Dat plan is dat je zijn zoon zou zijn. Dus dat is een originele plan. En omdat Adam en Eva gefaald hebben, moest hij Jezus sturen om het plan levend te houden, om het plan te herstellen. God heeft zijn plan nooit losgelaten. Daarom staat er in Efeze 1 vers 4, hij heeft ons ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus voor de grondlegging van de wereld. Dus wat doe ik? Hij sprak tot mij, zegt, je moet in de geest teruggaan naar voor de grondlegging van de wereld, door de geest, in de geest. Hij zegt, en ga accepteren het plan, want daarmee blokkeer je alle andere plannen die er zijn. Hoeveel begrijp wat hier gezegd wordt? Dus ik ben gegaan in de geest, ik zeg, Heer, ik ben hier voor de grondlegging van de wereld met u. Als Jezus het geslachte lam is voor de grondlegging van de wereld, mag ik daar naartoe gaan? Want hij is mijn bevrijding en mijn verlossing. En ik heb gezegd, big amen. Ik zeg een grote amen op dit plan. Daarmee blokkeer je de duivel. En dat plan was niet dat je ziek zou zijn. Dat plan was dat je gezond zou zijn. Dat plan was niet dat je een loser zou zijn. Dat plan was dat je een overwinnaar zou zijn. Dat plan was niet dat je arm zou zijn, maar dat God in al je noden zou voorzien. Dus ga en neem wat we zeggen, I went to the enemy's camp and took back what he stole from me is waar. Maar eerst moet je naar God zijn koninkrijk gaan en nemen wat God voor jou bereid is. Kunnen we God glorie geven, mensen? Wauw. Nou, wonderen en je verwachtings horen bij elkaar. Wonderen en je hoop horen bij elkaar. Wonderen en geloof horen bij elkaar. Wonderen gebeuren niet zomaar. Wonderen, eigenlijk in een zaal als deze vanavond zou er een hoog verwachtingsniveau moeten zijn. Zeker na wat je gehoord hebt vanavond en wat je hoort wat God doet in ons midden. Want jouw verwachtingspatroon activeert God. Hoe zal ik het zeggen?
Ik heb dit gezien, dat als we speciale samenkomsten hebben, een kerst, eindsprint, al die dingen, in één keer lijkt de gemeente andere gemeente. Dan denk ik, ben ik in hetzelfde gemeente of niet? Iedereen is enthousiast. Er is glorie, het koor zingt beter als ooit tevoren. De zaal is happy. Dan denk ik, jongens, zou je dit niet elke zondag moeten hebben? Maar wij laten ons pakken door gelegen. Oh, het is kerst. Long time ago in Bethlehem. Die hoor, oh, kerst, heerlijk, hè? Chocomel en krentenbrood bij de open hart. Zie je, we zijn van die emotionele wezens. Maar God zoekt naar geloofswezens. Vanavond zouden we allemaal moeten zeggen, deze avond, Yahweh is hier. Alles is mogelijk. Want dat moet je enthousiast maken. Maar we zijn van die emotionele mensen. We zijn ook emotionele gevers. Als ik je een ziek kind laat zien, in één keer geef je. Als ik je een zieke hond laat zien, in één keer geef je. Maar als ik je gewoon zeg om te geven, kijk je maar. Wijze van spreken. Dat laat zien dat je niet altijd begrijpt wat geloof is. Een geloofsgever geeft of die zich lekker voelt, niet lekker voelt. Die doet wat God zegt dat hij moet doen. Want die leeft niet bij feiten, maar die leeft bij waarheid. Ik val je niet aan vanavond. Ik ben een apostel, ik moet waarheden laten zien. Wij zijn soms zo van die emotionele mensen. En dat geeft niet. God heeft ons emoties gegeven. Maar wat ben ik blij dat hij ons niet noemt de sensationals. Je hebt zo'n zanggroep gehad vroeger, de sensationals. Weet je. Wat ben ik blij dat hij ons niet noemt de gevoeligen. God noemt jou de gelovigen. Wil je tegen jezelf zeggen, ik ben een gelovige. Ik heb gevoel. Dank God ervoor. Maar ik ben een gelovige. En dat moet je leren. Want anders kan je dingen missen. Ja. Ik hoorde een prediker een keer zeggen. Hij zegt, ik was bij het bed van een man die ook stervende was. Hij zegt, ik dacht, die gaat naar de Heer. Hij zegt, dat ik had totaal geen geloof meer dat die man zou genezen. Wat hij zag liggen daar, dat was echt erbarmelijk. Maar uit pieteit vroeg hij hem, wat wil je, wat verwacht je? En die man zei dat God me geneest. Hij zegt dus, ik heb met hem gebeden, niet omdat ik geloof had, maar op grond van zijn geloof. En weet je wat, God genas hem. Ik ken de naam van die prediker ook nog. Maar zijn gevoelens waren down. Hij dacht, het is over. Maar de man die daar lag, had gelukkig ook vervelende gevoelens, maar ook geloof. Hij zegt, ik wil gezond worden. En hij werd gezond. Hij zei tegen mij later, die prediker zei, dat was niet mijn geloof. Het was het geloof van die man. Dus je moet leren om niet bij je emoties te blijven. Misschien voel je je helemaal niet lekker. Je voelt pijn in je lichaam. Je hebt vrees en angst probeert je te pakken. Maar probeer daar bovenop te klimmen. Ga voor de grondlegging van de wereld. En zeg, wacht even. Het plan was dat ik niet dit zal zijn, maar dat ik gezond zal zijn. Je moet je geloof leren activeren. Zonder geloof gaan dingen fout. Maar dat geldt ook voor de wereld daarbuiten. De wereld daarbuiten heeft geloof, hè? Wat denk je van de regeringsleiders met het klimaatprobleem? Ze hebben geloof. Weet je hoeveel jaren ze al proberen het klimaat een beetje op te krikken? Ze worden moe van elkaar, maar ze gaan toch door. Wanneer heb jij nou Mark Rutte negatief gezien? Wanneer? Maar hij heeft meer problemen als jij en ik. Wanneer heb je prins koning Willem-Alexander negatief gezien? Maar weet je hoeveel problemen hij heeft? Heb je Joe Biden negatief gezien? En hij heeft een paar op zijn bord. Dit zijn mensen die ergens toch geloof hebben dat ze eigenlijk kunnen doen wat ze geroepen zijn om te doen. Dat is menselijk geloof, maar wij hebben goddelijk geloof en wij zouden veel meer dat moeten vasthouden. Hoeveel weten dat Mark Rutte genoeg problemen heeft? Hoeveel weten dat Joe Biden veel meer heeft als hem? Hoeveel weten dat Poetin problemen heeft? Maar zie je hem negatief? Wat wil ik je vertellen? Ergens hebben ze een principe ontdekt van je kan niet opgeven. En Jezus heeft ook tegen ons gezegd, heb goede moed, zegt hij. Ik heb de wereld overwonnen, heb goede moed. Dus je moet begrijpen hoe geloof werkt. Geloof is niet voor bange mensen. Geloof is voor mensen die durven en zeggen, God zegt het anders. Ik verwacht wat God gezegd heeft. Nou, wonderen moet je verwachten. Ik ga met je naar Psalm 33 om het je te laten zien.
Je moet wonderen gaan verwachten. Deze zaal moet verwachtingsvol zijn vanavond. Van Jezus is hier, gaat wat gebeuren. Psalm 33, vers 20 zegt, onze ziel, wat staat er? Onze ziel? Verwacht. Hoor je het? Onze ziel? Verwacht de Heer. Er staat niet onze ziel verwacht ellende. Er staat onze ziel verwacht de Heer. Want de Heer heeft goede dingen voor ons. De Bijbel zegt, al het goede komt van God. Onze ziel verwacht de Heer. Onze ziel verwacht niet een virus. Onze ziel verwacht niet dit. Nee, onze ziel verwacht de Heer om ons te helpen met een virus en al die troep wat er is. Hij is onze hulp en onze schild. Dat is wat Bappie vanavond zei. Leer leven bij waarheden. Hij is onze hulp en onze schild. Ja, het is alsof hij voelt dat er mensen zijn die niet altijd het met je eens zijn. Ja, zegt hij, ja. In hem verheugt zich ons hart. Ja, ja. Meen je dat nou? Je ziel verwacht de Heer. Meen je dat nou dat hij je hulp en je schild is? Ja. Ja, maar zie niet in wat voor je tijd je leeft? Ja, ik zie wat voor een tijd ik leef. Daarom verwacht ik de Heer. En daarom is hij mijn hulp en mijn schild. Hij is mijn bescherming, mijn alles. Ja, in hem verheugt zich mijn hart. Niet in wat mensen zeggen altijd. Als je te veel let op wat mensen zeggen, gaat blijdschap uit je hart weg. Ja, in hem verheugt zich ons hart. Ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Dit moet je niet te makkelijk lezen, want wat betekent zijn naam nou? Zijn naam betekent bevrijding, verlossing, genezing, doorbraak, hulp. Zijn naam betekent al het goede wat er is. Hij is Jehovah Rafa, Jehovah Shama, Jehovah Sitkenu, Jehovah El Elyon, hij is El Shaddai. Al zijn namen laten zien hoe groot hij is. En hier staat, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Hoeveel hier zeggen vanavond, ik vertrouw op de naam van Jezus Christus. Die naam betekent alles wat je nodig hebt. Ja, en even een vraag. Mocht je denken dat deze mensen geen problemen hadden, ze hadden er genoeg. Als ik me niet vergis, is het een psalm van David. En mocht het niet zo zijn, staat het bij jou dat het een psalm van David is? Check het even voor me. Hij had genoeg problemen, David. Psalm 33. Staat er niet bij deze keer, maar 34 is wel van hem. Ja. Psalm 34 is absoluut een psalm van David. Oké, maar goed. Dit is in lijn met wat David zijn leven was. In Psalm 34 zegt hij, ik wil de Heer alle tijden prijzen. Zie, die man leefde bij geestelijke waarheden. Oké, en dan staat er, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Dit is geen domme zin. Dit is iemand die die naam kent. Dit is iemand die weet wat die naam inhoudt. En dan staat er, uw goede tierenheid, Heere, uw goedheid, zij over ons. Zie je de belijdenis hier? Gods goedheid is over ons. Hoeveel hier geloven dat? Gods goedheid over je is. Dat is geen ziekte dus, hè? Dat is geen zwakte. Gods goedheid is over ons. En wat staat erachter? Gelijk wij op u hopen. Dus de goedheid van God komt openbaar in je leven naarmate jij erop hoopt en het verwacht. En uiteindelijk het gelooft. Zie je? Hopen in de Bijbel is iets verwachten met blijdschap. Dat is Bijbels hopen. Wauw. En hier staat, dit zijn geestelijke waarheden. Hier staat dat de goedheid van God loskomt al naar gelang jouw verwachting en je geloof. Dus vanavond is het belangrijk om te zeggen, ik ben hier en ik geloof God gaat grote wonderen doen. Voor de mensen in de zaal, als je zelf ziek bent, dat hij het ook voor je doet. Leer hem te geloven. Luister mensen. Ongeloof is soms taai hoor. Oh, wat is ongeloof soms taai. Dit hele gebouw waar we hier in lopen, ik vraag mij af hoeveel mensen binnenkomen en zeggen, dank u dat we het hebben hier. Je komt binnen, je vindt het gewoon. Maar weet je wat voor voet het in de aarde heeft gehad om dit ding te hebben? Weet je hoeveel wonderen God heeft moeten doen om ons dit te geven? Je vergeet het.
Eigenlijk elke keer als je hier naartoe loopt, zou je moeten zeggen, als u dit kan doen, kan u al het andere ook. Als het zo makkelijk was om dit te hebben, zou elke gemeente in Nederland dit hebben. Maar het is uniek in Europa, wat God hier gegeven heeft. Maar wij lopen naar binnen en je went aan alles. Hè. Oh ja, waar ga je naartoe? Naar de dome. Ja, je gaat je lekker zitten, wat heeft Holder vanavond. Maar eigenlijk zou je moeten komen en denken, wat een groot God zeg. En vaak als ik hier kom rijden, denk ik, Heer, wat bent u groot. Soms ben ik alleen hier als ik weg ga, zeg ik, dit is een opwekkingscentrum, man. Is een revival center. God heeft dit niet zomaar gegeven. Heeft dit gegeven om geestelijk door te breken. Wauw, man. Wauw. Hey. Oké, ik moet het gaan afronden, luister. Hopen is wachten en verwachten. Jezus Christus heeft geloofd en verwacht dat wonderen door zijn leven zouden gebeuren. Ik wil je zo simpel mogelijk bij die waarheid brengen dat je wonder verwacht dat je wonder ontvangt vanavond. Jezus heeft wonderen verwacht en erin geloofd. Hij zei, de geest van de Heer is op mij om zieken te genezen. Maar hij was mens. Hij was God, maar ook mens. Maar hij geloofde als mens wat God van hem gezegd had. En hij zegt, de geest van God is op mij om zieken te genezen, blinden te laten zien, doven te laten horen, mijn laatste gezond te maken. Die man geloofde het voordat hij het gezien had. En de Bijbel zegt, zoals hij is, zijn ook wij. Dus je moet de houding nu ook hebben, alles is mogelijk. Zelfs als je het nog niet gezien hebt. Jezus heeft deze dingen gezegd voordat hij enig ding gezien had. Hij zegt, ik ben hier om zieken te genezen, gebondenen te bevrijden, duivelen eruit te gooien, blinden te laten zien. Nou, hij heeft nogal wat gezegd, zeg. Mijn laatste kankerpatiënten, noem maar op. Dat was de man zijn geloof en dat is nog steeds zijn geloof. En weet je, we zien die wonderen stromen in zijn leven. Hij heeft geloofd en verwacht dat wonderen in en door zijn leven zouden stromen. Zijn hele optreden ademde dat uit. Vergeet niet dat Jezus was zoon van God, maar ook zoon des mensen. Hij was God, maar hij was ook mens. Hij kon pijn voelen, hij kon jeuk voelen, hij kreeg honger. En als zoon van mensen heeft hij geloofd in wat God hem gestuurd heeft om te doen. En hij is gaan staan in zijn autoriteit als zoon van God. Nou. Hij was zoon van mensen, geboren uit een vrouw Maria, een mens. Maar hij is gaan staan in zijn autoriteit als zoon van God. Ah, ik hoop dat je dit ziet. Weet je dat duivelen bang voor jou zijn? Als jij niet weet wat je hebt, dan merken de duivelen het ook. Maar als jij weet wie je hebt en je zegt tegen de duivel, je blijft uit mijn gezin weg. Klauwen thuis, in Jezus' naam. Wij kunnen heel wat dingen binden en blokkeren, maar we doen het niet altijd. Weet je wat? Wij denken dat God het voor ons doet. God doet niks meer. Hij heeft alles al gedaan. Jij en ik moeten nou wat doen. Als je onderwijzer bent en je zit op school. De directeur heeft je ingehuurd. Hij doet verder niks meer. Hij geeft opdracht en jij moet het doen. En je kan naar de directeur komen om je lesgeven in de klas. Hij zegt, je bent ontslagen als je zo doorgaat. Ja. En God wil dat jij en ik actie hebben. Actie. Je bent hier als zijn vertegenwoordiger. We zijn hier als kinderen van God vanavond om demonen en ziekten te vertellen. Stop! In Jezus' naam. Nou, Jezus had die houding. Let op, hij is geboren door een wonder. En weet je wat? Hij is in die atmosfeer blijven geloven. Hij is geboren door een wonder, maar hij is nooit uit die atmosfeer weggegaan. Mijn vraag vanavond is, in welke atmosfeer zit jij? Zitten wij? Wij zijn ook wederom geboren door een wonder, maar zitten we nog in die atmosfeer? Jezus is geboren door een wonder en hij is gewoon daarin blijven wandelen. Ik denk, als ik door een wonder geboren ben, ben ik ook voor wonderen geboren. Als ik door een wonder geboren ben, ben ik ook voor wonderen geboren. En de man bleef erin. Maar wij zijn wederom geboren door een wonder. Dan moet ook wij zeggen, ik blijf erin. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Zwakte hoort niet bij mij. Tekort hoort niet bij mij. Dit niet, dat niet, zus niet. Jij moet een keus maken waar je gaat wonen. En daarom zegt Psalm 91, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Wie daar woont. Wie daar woont. Wie daar woont. Wauw, die heeft iets begrepen. Ik eindig met verwacht. Verwacht. Verwacht een krachtige beweging van de Heilige Geest door jou heen vanavond.
Ja, laat ons allemaal verwachten. Laat ons zeggen, Heer Jezus, wij geloven in een krachtige beweging van uw geest door ons heen. Vanavond, zwakte gaat, ziekte gaat, demonen moeten gaan, want de koning is in ons midden. Geef hem glorie, man. Oh. Oh. De bloedvloeiende vrouw verwachtte haar wonder en ze geloofde er stellig in. De bloedvloeiende vrouw verwachtte haar wonder. Staat een probleem voor, ik weet niet hoeveel jaar, al 12 jaar had ze bloedvloeiingen. Nou, dat lijkt mij, als ik begrijp hoe lastig het voor een vrouw kan zijn, een kwelling. 12 jaar lang bloedvloeiingen. Je zou bijna denken, dit verandert nooit meer. Totdat ze van Jezus hoorde. Toen dacht ze, maar als hij dat kan doen, moet hij mij ook kunnen helpen. En eigenlijk gaat ze naar hem toe met verwachting. Hoe ben je hier gekomen vanavond? Van, ja, misschien gebeurt er iets, misschien gebeurt er niks. Baat het niet, schaadt het niet. Of ben je gekomen van, ik laat mijn kaas niet van mijn brood eten. De Heer heeft gezegd, door zijn striemen ben ik gezond. We gaan met elkaar geloven vanavond in wonderen van God. Het tweede is de sleutel. En wonderen, daar moet je in gaan staan. Wonderen, daar eindig ik mee. Wonderen zijn deel van je erfenis. Wonder is deel van je erfenis. Ja. We hebben 5 dochters van de Heer gekregen. Eigenlijk alles wat we hebben is deel van hun erfenis, om het zo te zeggen. Ja. Is hun deel. Ja. En je weet het dat het zo is in het leven. Ik bedoel, zeker als iemand je in hun testament gezet heeft, dan is dat een goede zaak. Ja. Ja. Dan is dat rond. Nou, God heeft ons in zijn erfenis, in zijn wil geplaatst. Dat we gezond zijn, vrij zijn, dankbaar zijn. Maar er is een vijand die jou wil bevechten. En dat is wat Bappie vanavond zegt. En die moeten we wederstaan. Oké, laat ons hoofden buigen met elkaar. Wauw. Voel dat God hier bezig is. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze boodschap. We vertrouwen dat het je heeft geïnspireerd om in constant contact met de Heilige Geest te leven en om te wandelen in de volle blessing. Voor meer info over onze ministry kun je gaan naar lsm.nl of ga naar lsm.nl/locaties en vind een van onze campussen. Tot de volgende keer!